Jan Smit, spelerspresentatie is achter de rug. Je deed dat met een prachtige strooienhoed op. We dachten, er komt nog wel een verrassing uit. Nee, ik was van voorbereid op de warmte in Portugal. Daar is 34 graden in Arouca op dit moment. Dus ik denk, ik ga me een beetje voorbereiden. Dan moet je zo gekleed zijn. Nee, daar komt geen verrassing uit. Op dit moment zijn we wel deftig in onderhandeling, maar dat is nog, zover is het nog niet. Betekent dat, want je zei dat aan het begin van je presentatie, dat het wellicht deze week nog zou kunnen komen? Ja, er kan wel weggaan deze week en er kan deze week nog wel bij komen. Dus we kunnen eigenlijk elke dag. We zijn bezig, maar daar kunnen we totaal geen mededeling over. Beide kanten op. Open dag, vandaag. Tevreden daarover? Ja, volgens mij hebben we een record aantal toeschouwers gehad, een record aantal mensen. Maar ik vind dat het ook een record warmte was vandaag. Jeempje, wat was het warm. Zeker midden op het veld, net op dat branderig binnen het stadion. Vandaar dat we het interview ook even binnenhouden. Lijkt me beter, ja, lekker koel hier. Goed, deze week de wedstrijd tegen FC Arouca. Ja, dat is natuurlijk een droom die uitkomt. Ik heb vandaag als volgens mij als blijk van waardering een soort schild gekregen buiten. En daar stel ik enorm op prijs, met dank aan alle supporters die eraan hebben meegeholpen. Donderdag moet het gaan gebeuren, maar we spelen natuurlijk niet tegen de eerste de beste. Het is een club die vorig jaar ook gewoon won van Braga in Portugal, die won van Sporting en die won van Porto. Het is een fantastische ploeg waar we tegen voetballen. Maar ook een ploeg die nog maar heel weinig gespeeld heeft in de hoogste divisie van Portugal. Ja, maar die club bestaat nog niet zo lang, maar ze zitten nu volgens mij hebben 3 jaar in de eredivisie achter elkaar. Het is een hele rijke ploeg ook. Met een hele rijke voorzitter, wat Flederis al zei, die er echt geld in stopt. Wij hebben ook een rijke voorzitter. Ja, maar die stopt er geen geld in. Dat is beter om dat niet te doen. Want anders dan krijg je verschillende belangen. Dan gaan belangen hier dichtbij hebben we gezien hoe dat allemaal loopt. Je moet de boel heel goed gescheiden houden. We hebben vandaag natuurlijk wat spelers gevraagd naar hun mening over de wedstrijd van aanstaande donderdag. Men is erover eens dat het met een kleine overwinning en een gelijkspel in Portugal gehaald kan worden. Ja, dat is een open deur intrappen natuurlijk. Maar dat betekent dus wel dat de spelers er vertrouwen in hebben. Ja, dat moet ook. Als je nergens vertrouwen in hebt, moet je er gewoon niet aan gaan beginnen. De spelers zijn er klaar voor. Het is voor iedereen een unieke kans om zich in de kijker te spelen. Om nog meer geschiedenis te gaan schrijven. Ja, ik ben deze afgelopen weken, of 2 weken geleden alweer, in Genève geweest. In Nyon, bij de loting. Voor Europees voetbal. Ja, als je dan alle grote clubs bij elkaar ziet, ook de Champions League loting was daar. Dan denk je, Heracles Almelo staat daar toch maar tussen. En daar kunnen we als Almeloers heel erg trots op zijn. Nieuwe competitie. Hoe kijk je naar de nieuwe competitie? Dat ga ik er morgen vertellen. Morgen is er de perspresentatie. Dan zijn we er weer. Oké, dan tot morgen.